dit was het einde van mijn trip in Ghana, Accra. Vandaag nog de Federation meegekregen, door een vergadering gehad. En wat hij ons vertelde, hoe ziek was dat er naar. Ja, dat ze tot de 18 uur naar school gaan als ze geluk hebben. En als ze klaar zijn met school, dan moeten ze gaan werken, maar dat is gewoon geen werk. Dus ja, dat moet gewoon opgezocht worden. Daarna zijn we naar Plan Ghana geweest en die heeft ons verteld over wat ze precies allemaal doen in Ghana voor de jongeren. En dat ze een soort van voorbeeldfuncties willen creëren. Dat vrouwen in zichzelf gaan geloven en dat ze dan ook een leadership positie krijgen in principe. En ja, dat was het een beetje. Ik ga terug met een supergoed gevoel in ieder geval. Maar een beetje tegenstrijdig, ze zijn allemaal super aardig, super vrijgevend. En, maar ja, het is gewoon heel veel. Er zijn gewoon heel veel problemen daar. En ik hoop dat ik een bijdrage kan geven in Nederland aan de mensen die daar op school zitten. Dat ze in ieder geval bewust van zijn dat er allemaal